het heel goed is dat we in een land leven waar mensen mogen opkomen voor hun belangen. En dat als je opkomt voor je belang, dat je dan niet wordt weggezet als een graaier, als een profiteur, als een lobbyist, als een geldmachine. Maar dat mensen gewoon gebruik maken van hun democratische recht. Hun recht op vereniging, hun recht op vergadering, hun recht op vrije meningsuiting. Zonder dat ze worden weggezet als ondermensen. Oh. En dat zijn de elementen, en dat zijn de twee elementen waarvan ik denk, ik vind het heel droevig. Je weet, ik mag je heel graag. Dat is de kus des doods. Ja. Ik wil nog één ding zeggen, en dat is tegen Robin. Eigenlijk is het natuurlijk toch wonderlijk dat jij democratische grondrechten en gelijkwaardigheid in termen van toegang tot politieke besluitvorming opeist voor de bankaire lobby. Want als er één observatie is die natuurlijk gedaan moet worden, is dat politieke hulpbronnen uiterst ongelijk verdeeld zijn in samenlevingen als de onze. De lobbymacht, de toegankelijkheid tot de centra van besluitvormingen van de bankaire lobby zijn vele malen groter dan van welke organisatie dan ook. En dat betekent eigenlijk dat onder gefinancialiseerd kapitalistische condities representatieve democratie a rigged game is. En ik vind het gewoon heel droevig dat er, het werd al even gezegd, het is geen journalistiek boek. Je hebt van heel veel mensen het e-mail. Je hebt van heel veel mensen het telefoonnummer. Ik had je ze allemaal willen geven. Je hebt 3 maanden in een tuin gezeten. Je had iedereen kunnen bellen. En op die manier een boek kunnen schrijven wat op zijn minst voor de gewone, gemiddelde burger, op zijn minst in ieder geval die dilemma's, die moeilijke vraagstukken, had kunnen schetsen. En dan had je het debat echt geholpen, in plaats van dat we een wel eens niet eens doen voor eigen parochie, waarbij mensen vooral elkaar voor dom uitmaken. En dat vind ik een gemiste kans en dat bedroeft mij. Maar die dilemma's, ik proefde bij Kees Vendrik ook, dingen kosten tijd. Het is makkelijk om alleen maar tegen te zijn, maar het dilemma schetsen, wat vind je van die suggestie? Nou ja, kijk, op het moment dat je, dat is heel raar, hè? We hebben te maken met een financiële sector die toch, ondanks de enorme effecten die het heeft op de rest van de samenleving, voor een deel losstaat en apart staat van diezelfde financiële dienstverlening. Die financiële dienstverlening heeft, zoals heel veel andere professies, een eigen jargon, een eigen discours, een eigen logica. En je kan dan besluiten om daarin te gaan staan, maar het effect daarvan is meestal dat je niet meer in staat bent om afstand te nemen. En die afstand is nodig om te laten zien dat datgene wat normaal gevonden wordt in die financiële sector vanuit een buitenstaandersperspectief helemaal niet meer zo normaal is. En daarom heb ik ervoor gekozen om niet die mensen te bellen. Op het moment dat ik die mensen ga bellen, weet ik dat ik meegenomen word in een veel genuanceerder verhaal, waarin allerlei dilemma's neergezet gaan worden, maar waarbij je tegelijkertijd ook meegenomen wordt met het wereldbeeld wat daaronder ligt, waarin dus inderdaad schuldfinanciering een normale zaak is, waarin het goed is dat er gesecuritiseerd kan worden, waarin de externe effecten van belastingontwijking niet meegenomen worden, waarin de externe effecten van securitisatie via het opblazen van huizenzeepbellen niet meegenomen gaat worden. Dat heb ik niet willen doen. Ik heb juist willen laten zien dat die externe effecten niet meegenomen worden door de mensen die werkzaam zijn in die sector. Daarom heb ik dit boek geschreven, om weer opnieuw van buitenaf naar die sector te kijken. Dames en heren, het moet gepolitiseerd worden. Het moet niet onder een mantel van complexiteit, nuances, empathisch vermogen, meedenken met, toegedekt gaan worden. Want als je dat doet, dan verlies je natuurlijk uiteindelijk ook in hele belangrijke mate het politieke momentum wat we nodig hebben om er daadwerkelijk iets aan te doen. De bevlogen betoog van Ewald en ook de reacties van Jeroen en Kees. En ik heb eigenlijk een vraag. Laten we kijken wat er gebeurt als het betoog van Ewald doorgevoerd wordt. Als er daadwerkelijk iets gebeurt, als er daadwerkelijk iets wordt aangepakt in de lijn zoals je het hier vanavond hebt geschetst. De banken wordt een kopje kleiner gemaakt. De zeepbel in de huizenmarkt wordt verder doorgeprikt. De huizenprijzen zakken nog veel verder in elkaar
Want dat is eigenlijk wat je ook betoogd hebt dat zou moeten gebeuren. Wat zijn dan de economische consequenties hiervan? Wat betekent dat voor de inkomens in Nederland? Wat betekent dat voor de koopkracht in Nederland? Wat betekent dat voor de Nederlandse economie? Hoe ver gaan wij dan in elkaar zakken met z'n allen? Zo. Ja, dat is een ingewikkelde laatste vraag, dames en heren. Het is inmiddels 9:55 en dan word ik verondersteld in mijn eentje CPB te spelen en door te rekenen wat de effecten hiervan zijn. Dat ga ik dus absoluut niet doen. Kijk, een van de dingen die je natuurlijk toch moet gaan doen is proberen die schuldverslaving van Nederlandse huishoudens te beperken. Dat moet je niet al te snel doen, want dat heeft enorme macro-economische consequenties. Dat zien we nu. Maar op termijn moet dat er natuurlijk uit. En dan moet het ook gewoon worden dat als je een huis koopt, dat je 15% eigen vermogen meebrengt. En wat dat betreft is de weg die wij eigenlijk moeten gaan, de weg die Zweden vanaf begin jaren 90 gegaan is. Hou je banken gezond. Laat ze niet al te gekke dingen doen. Zorg ervoor dat die buffers hoger zijn dan in Nederland. En zorg ervoor dat huishoudens dus inderdaad eigen vermogen hebben om dat in die huizen te stoppen. En misschien moet je dat wel doen door dat voor een deel weg te halen bij je pensioenfondsen. Waarom is het alleen maar toegankelijk na je 65ste? Waarom kunnen we niet Singapore-achtige oplossingen bedenken en het ook aanwenden voor eventuele acquisities op het moment dat het drukste is in je eigen leven. Je een huis moet hebben en een gezin moet en wellicht ook voor je ouderen moet gaan zorgen. Dat soort constructies zorgen ervoor dat die balansen zowel aan de vermogenszijde als aan de schuldzijde geleidelijk aan teruggebracht worden, waardoor de volatiliteit van de Nederlandse economie minder groot wordt. Maar mijn vraag dan aan jou, Robin, is, en we gaan dit op een andere manier voortzetten. Zeker. Absoluut, gefragmenteerd, andere belangen. Maar waarom is het dan toch zo dat als het gaat om de belangrijke punten, buffers zo laag mogelijk? Buffers voor gesecuritiseerde hypotheekproducten, zo laag mogelijk? Nee, wacht. Vrije ruimte voor schaduwbankieren. Hoe komt het dan dat dat orkest uiteindelijk niet een cacophonie produceert, maar dat het steeds hetzelfde liedje is? Hoe komt dat dan? Want dan zou je een cacophonie verwachten. Een bruine, groene massa aan geluid. Maar het is steeds hetzelfde liedje. Dat is toch raadselachtig. Nou, Maar je hebt net gezegd, Ewald, dat je niet met de sector wil praten. Je hebt net gezegd dat je niemand wilde bellen, want dan zou je maar besmet worden. Daar zit Bas Jacobs, een goed voorbeeld. Bas Jacobs heeft een stuk geschreven, 25% equity. Ik heb een stuk geschreven met hem uitgelegd dat het op zich wel kan, maar dat daar nadelige consequenties ook mee verbonden zijn. Daar heeft hij niet op gereageerd. Jij hebt nooit gereageerd op mijn argumenten op dat gebied. Er zijn allerlei argumenten waarom securitisatie, ja, het is misschien niet het paradijs, maar er zijn toch allerlei argumenten waarom dat toch wenselijk is. En dat is ook precies waarom de ECB er nu op inzet. Het is niet zo. We hebben in een situatie, daar ben ik het onmiddellijk met je eens. De private schulden zijn veel en veel te hoog. En als die private schulden zo hoog zijn, dan heb je dus ook een hele grote financiële sector. Zolang die private schulden... De causaliteit is andersom. Zolang die private schulden zo hoog zijn, zul je ze toch moeten financieren. We gaan dit op een andere manier doen. En dat betekent dus dat wat jij presenteert als... We gaan afronden, heren. Ik heb nog één zin. Eén zin. Wat jij presenteert als wordt allemaal boos, dan is het volgend jaar opgelost. Ja. Dat leidt nergens toe. Het is geen oplossing. Oké. Okay. U